De Roosendaalse wijk Tolberg is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw opgeschrikt door een autobrand. De daders lijken steeds brutaler. Ditmaal staken ze de auto gewoon in brand, terwijl een buurtbewoner de dader al op hun vingers keek. En alsof dit nog niet genoeg was, schenen ze deze buurtbewoner na het aansteken van de auto ook nog brutaal weg met een zaklamp in zijn gezicht. Afgelopen weekend raakten als gevolg van brandstichting minstens 5 auto's beschadigd in de wijk. De politie was donderdagmorgen al bezig met een buurtonderzoek. In de hele politieregio, van Tilburg tot en met Berg op Zoom, lijken er meer auto's in brand te worden gestoken. Harde cijfers daarvoor ontbreken echter, aldus een woordvoerder van de politie.